Ook als je van kunst houdt, is er tijdens de Vierdaagse feesten genoeg te doen. Zo kun je bijvoorbeeld in de Stevenskerk naar de zomerexpositie, waar je onder andere de Nijmegen-prent kunt zien. We staan nu midden in Nijmegen-Oost, midden in de woonwijk, en hier is een galerie van de organisatoren van die zomerexpositie. Theo, we staan midden in Nijmegen-Oost, in een oud huis, en hier midden in die wijk is een galerie. Ja, al sinds 1991. Dat is al een hele tijd. Dat is een hele tijd, ja. En dat heb je helemaal zelf opgebouwd? Ja, dat is heel geleidelijk is dat gegaan. Ik kom uit het onderwijs. Ik had veel belangstelling voor beeldende kunst. En ben op een gegeven moment begonnen. En de kunst die hier hangt, is dat allemaal Nijmeegse kunst? Nee. Op een gegeven moment, in de loop van de tijd leert een mens veel. Ik ben er, Blauwe Sinijn ben ik erin gedoken. Mm-hmm. En dan moet je nog heel veel leren. Want verstand hebben van kunst, ideeën erover hebben. En te zorgen dat het financieel plaatje ook klopt, dat is een heel, heel lange weg. En als ik van tevoren alles geweten had, was ik nooit begonnen. Dat zou zeggen. Nee, is het zo erg? Ja, het is een heel ingewikkelde wereld. Hè? Je denkt van, ik begin een winkeltje, maar voordat je een beetje status en prestige hebt opgebouwd, wat heel erg belangrijk is in de kunst, dat duurt gewoon een tijdje. Hey, en nu is het bijna Vierdaagse. Er zijn een aantal dingen op kunstgebied die sinds een aantal jaar worden georganiseerd, hè? Ja, kun je iets over vertellen? Wij zijn vol enthousiasme. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste van ons. Wat we elk jaar doen is de zomerexpositie. Ja. En dat is nu de 23e Nijmegen-prent geven we nu uit. En ik dacht dat het de 19e zomerexpositie wordt in de Stevenskerk. De zomerexpositie in de Stevenskerk en de Nijmegen-prent. Je noemt ze in één adem, maar het zijn wel twee bijzondere dingen, toch? Het zijn bijzondere dingen, maar ze horen bij elkaar. Oké. En dit is langzamerhand heeft die... Ja, die prent is in Nijmegen bekend geworden en op een zeker moment is besloten om tijdens de opening van de Vierdaagse feesten dat de onthulling van de Nijmegen prent door de burgemeester is daar onderdeel van. Het thema dit jaar is dus zinvolle illusie. Ja. Wat versta je eronder? Want voor mij is dat echt een... Het is eigenlijk een heel lang verhaal, maar we hebben het kort dan. We hebben te maken met ontkerkelijk en mensen zijn op zoek naar zin en betekenis. En dat is die zinvolle illusie en ik heb aan hen gevraagd van... Verbeelden jullie dat? Ik vertel het en ik heb ook muzikus gevraagd om dat muzikaal weer te geven. Ja. Dan kun je op verschillende manieren kun je dat idee communiceren en dan kunnen we er al misschien een beetje wijzer van worden. Ja, ik ben benieuwd. Hey, en het wordt onthuld door burgemeester Bruls. Ja. Is dat een hele happening? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een enorme happening. Want ik hoorde je net al zeggen, er is ook muziek gecomponeerd rondom de thema. Het is een hele happening. Nijmegen komt er graag, want daar komen zo'n 700 mensen op de opening van een expositie. En dat is uitzonderlijk. Hè? Mm-hmm. Maar het is langzaam heel erg goed in Nijmegen ingebed. En dat heeft ook veel te maken met de manier waarop wij in kunst staan. Ik vind het leggen van verbinding heel belangrijk. Nijmegen heeft ongelooflijk veel kwaliteit op het gebied van muziek. Op het gebied van beeldende kunst, maar ook, ik geef wel eens tijdschriften uit en dan op de universiteit, in de gemeenschap vind ik allerlei mensen die het leuk vinden om dingen te doen. De zomerexpositie is dus in de Stevenskerk. Ja. Als ik hem wil bezoeken? Je bent hartelijk welkom. Het is vrij entree. Mm-hmm. En hij loopt van 17 juli tot en met 21 augustus. Elke dag van 11 tot 5. 11 tot 5? Ja. Ik ben benieuwd. En als ik hem nou boven mijn bank wil hebben? Is die te koop? Er zijn 25 exemplaren. Oké. En de prent kost €625, inclusief lijst. Inclusief lijst? Inclusief lijst, ja. Kon je hem ook ophangen dan? Nee. Dat moet je zelf doen. Jij bent getrouwd met Theo. Je bent mede-eigenaar van deze galerie. Je bent ook nauw betrokken bij de Nijmegen-prent. Ja. En toen ik hoorde dat het een houtsnede was, de prent van dit jaar, dacht ik dat is een blok hout waar iemand met een mesje op en een bijteltje allerlei dingetjes uitsnijdt, daar misschien nog wat verf overheen gooit. En dan is dat dus het kunstwerk. Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo, nee. Dat wat jij nu net beschrijft, dat is eigenlijk de stempel. Oké. En die wordt afgedrukt op papier. 25 keer in het geval van de Nijmegen prent. Je kan dit soort hout gebruiken. Ja, dat is echt heel en dik. Daar stukjes uit gutsen en dan afdrukken. Dit is een heel zwaar te bewerken materiaal. Dat heeft Frank Dekkers gedaan. Die heeft daar ook een prent mee gemaakt, ook een Nijmegen prent. Maar die heeft dus niet zo heel veel details. Ik heb hier een voorbeeld. Dat is van Simon Dijkstra overigens. Ja.
Ze gebruiken Berketriplex. Ja. Dat is makkelijk te bewerken. Het is vrij taai, dus het brokkelt niet. En wat gebeurt er? Ze rollen zo'n plaatje in met inkt. Mm-hmm. Daar gaat een velletje papier op. En dat gaat door de pers. Bijvoorbeeld 30 keer. Ja. En dan houden we die velletjes aan een waslijntje te drogen. Met z'n dertigen. Mm-hmm. En dan begint de kunstenaar te snijden. Uit te snijden uit het plankje. Waarvan hij wil dat het blijft zoals het op dat moment op het papiertje is. Oké, ja. Dus als je dan deze voorbeeld neemt, dan zie je dat hij de eerste keer de boven- en de onderkant ingerold heeft met lichtblauw, zacht geel. Ja. En daarna, als hij dus al die velletjes heeft hangen, mm-hmm. dan gaat hij uitsnijden wat die kleur moet houden. Nou, hier, dat lichtblauwe was er al uit. Ja. En toen is die weg gaan snijden wat die kleur groen, die kleur blauw en dit geel moest houden. En toen is hij met bruine inkt over dat plaatje gaan rollen. Ja. En dat velletje, of al die 30, die gaan dan weer hierop. Ja. Dus het zijn geen witte velletjes meer. Nee. Nee. En zo gaat het dus steeds, komt er een laagje overheen. En nou is dit 7 drukgangen, dat is eigenlijk nog maar heel weinig, want mensen die dit soort fijne houtsnedes maken, maken vaak wel 15 drukgangen. Okay. En dan wordt het nog veel gedetailleerder. Nou, dit voorbeeld is van Simon Dijkstra. Ja. En de prent is nu dit jaar gemaakt door Grietje Postma. En dit is een voorbeeld van haar werk. En zij gebruikt dezelfde techniek. Maar dat betekent dus, als je in de eerste druk een foutje maakt, dan blijft dat er alle drukken in zitten. Ja, ja. Dus moet je het geen foutje noemen. Je moet er wel gewoon vervolgens iets anders van maken. Of alles weggooien. Of alles weggooien. Ja. Wat zonde. Dat is jammer. Ja. Ja, dus die eerste oplossing was verstandig. Ja. Kijk je nou heel erg uit naar de nieuwe Nijmegen Prent? Ja, ja. Ik vind het elk jaar heel spannend. Heel spannend. Ja, maar je hebt hem al gezien, toch? Ik heb hem nu weet ik het al. Ja. Ja. Ik wil hem wel heel graag in het echt zien. Ja. Want een plaatje blijft toch maar een plaatje. Dus je moet naar de expositie komen om hem in zijn volle glorie te kunnen absoluut, zien. Absoluut, absoluut. En ga je er nou zelf ook één boven je eigen tafel hangen? Om te beginnen zeker. Of die er altijd blijft hangen, weet ik niet, want er komt elk jaar weer een nieuw. Ja, precies. Dus dan wordt het plekje weer vrijgemaakt. Ja, hoor. Ja.